Wat is jullie sfeerimpressie hiervan? Uitzonderlijk. Super mooi stukje cultuur dit. Dankjewel, dat vind ik een stuk beter dan wat Sam al aan het zeggen is. Ja, toch wel. Sam maakt mijn hele vlog altijd 10 keer moeilijker om te editen, omdat ik die halve vlog alleen maar bliepertjes eraan aan het inbrengen ben. Dus je gaat ook zeker niet nu schelpen. Morgen zal het vrede zijn. Yeah, that is working great. So, how do you like Edinburgh? Hey! Oh, sorry. Nice. It's beautiful. So, who wants to come back here? Nice. Okay, so just to inform you, the toilet on the bus is only for emergency use, okay? Because... And you have to treat it like a newborn baby, okay? Okay. We're going to stop 4 times. You can talk so no need to use this toilet, okay? 4 times. We zijn aangekomen bij de Kelmpie Paarntjes. De Kelmpie Paarntjes. Once I was 7 years old, my mama told me, swept away and stolen. Dank jullie wel allemaal voor de vlog. Ja, bij deze. Ik vind ze prachtig. Mooie Kelmpie Paarntjes. Hoi. Ja, haar kleur is nu al matching. Wat vind jij van de Kelmpie Paarntjes? Ik vind het heel cool. Ik hou van paarden. Paardrijden is een sport. Paardrijden is namelijk een sport. Ja, ik heb zelf ook 2 jaar paardrijden gedaan. Dus nou, ja. Zie je. Paarden zijn cool. Maar ik moet wel zeggen dat het zo'n beestje laat verdrinken, hè? Dat weet je. Ja, het is wel zielig. Ja. Voor het beestje. Mm-hmm. Want dan moet je zelf ook in het water. Dat is natuurlijk niet leuk voor paard. Ja, precies. Want paarden kunnen niet zwemmen, dus. Nee, paarden kunnen niet ja, zwemmen. Ja, precies. Net als honden. Die kunnen ook niet zwemmen. Mensen kunnen ook niet zwemmen. Kunnen mieren trouwens wel zwemmen? Oké, okay, ja. dat zien jullie in de volgende... Nee, dat moet je nu niet antwoorden. Oh, oh, dat zien jullie in de volgende vlog. Oh, ben je aan het vloggen? Ja, ik ben er klaar. Nee, je moet even iets meer die kant op. Dat zei je tussen de paarden. Yes. Zou ik niet tussen de paarden? Nee, nog meer. Nog meer. Ja, bijna. Yeah. Ja, goed zo. Yeah! Ja, mooi thumbnail. Ik ben er opgeklommen. Ik ben En toen werd ik afgestuurd. Ik wil heel even duidelijk maken dat ik best wel zware hypofobie heb. Dus dat ik dit niet persoonlijk niet heel erg kan appreciëren. En nu in ABN? Dan komt het hier op de volg. Hup, even goed inzoomen. Nou echt bepaald yes. Van. Oké, okay, bokswedstrijd begins. Hoeveel scheldwoorden moeten er gemiddeld in de vlog? Schotland reis gaat fout. 60. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Kom hier, jawel, dat ga je wel nu opbiechten. Wat? Kindwerpen. Dit is ABG om. Loop ik dwars door je filmpje. Hey! De vrachtwagen. Far over. Twee pennies rijker. Wacht, nee, even opnieuw. Ja? Ik ben zojuist 2 pennies rijker geworden. Ik weet niet hoeveel euro het is. Maar ik heb gevonden in de sloot. Gestolen uit de sloot, zou je ja, eigenlijk zeggen. Wel. Maar dat zo zou ik het niet meer dat is gedoneerd aan die Kelmpie Paarntjes en je steelt het gewoon. Ja. Arme Kelmpie Paarntjes. Alsof het je laatste dag is, leef. Tonight, I'm gonna have myself. Almost heaven, West Virginia. Oh, 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 oh. Here in my
mountain below. Standing in the Hall of Fame. I love it when you call me señorita. All I know, all I know. Hoeveel presidenten zijn er dan eigenlijk? 45. Ik leerde het uit mijn hoofd van wetenschap. Hoe doe je dat? Nou, het grappige is eigenlijk, bij dat wetenschap toen kende ik ze nog maar half. En sindsdien ben ik ze toen ooit elke dag gaan opzeggen en sindsdien ken ik ze. It's time to go, boys! Fuck yeah! It! Zo, expeditie langs het meer. Net zijn er een paar... Ja, jongens, hoe gaan we dit ooit doen? Zo, we zijn nu officieel aangekomen. Volgens mij de zin die ik elke keer zeg dat we ergens zijn aangekomen. Oh, je moet stil zijn. Oh, goed. Bij... Geen idee, een meer. Maar het is wel heel mooi. Ik heb wel gewoon vragen die ze dapper naar vonden. Volgens mij hebben gewoon 1700 mensen die gewoon zonder zo'n suit gaat. Of die koters hier van 9 die met zo'n suit gaan en niet jarig zijn. Wat vinden jullie? Natuurlijk deze jongetjes. Ja. Nou, is het zelfs een meisje? Ja. Ja. Een koterin ook goed. Once I was 7 years old, my... Tonight, I'm gonna have myself... Morgenavond vrede zijn... Zitten jullie nou allemaal mijn vlogcamera in te staan, hè? Zal de wereld weer een speeltuin zijn... Wat? Hier ziet u een harme in zijn natuurlijke habitat. Dit doet hij op dagelijkse basis... Om zijn haar in zijn mooie gestelde harmen beter dan jij kapsel met een te pet. Krijgen. Mag ik hem nog terug of? Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely again. Hit the sky fall. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Far over the misty mountains ride. Yeah. Country road. Meneer? Missing? Cheese. Oh. It was just 30 and you gave me 40. Round up! West Virginia! Mountain mama! Take me home! Country road! Hierna komt toch nog altijd een stukje? Take me home! To the place I'll belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. I love it when you call me señorita. You were the shadow to my life. I've drowned and dreamt this moment. Grab him! Luca is gewoon een klein stippie geworden. I got a date! Oh, misty eye of the mountain. To dungeons deep. Doe maar even goed je haar. Een beetje. Ik hou ook van, ik heb het als een wilde man. Oké, wat heb je hierop te vertellen? Ik vind het mooi. Hier, kijk dan. Het is toch beautiful. Zeker. En dan wist je dat de schuifel hier is opgenomen? Nee. Ken je de film? Ja, ken ik. Ja. Ze hebben dus dat hele ding daarin geworld aan het. Dus dat hele kasteel bestaat niet, maar dat is hier ergens neergezet. You would not believe your eyes.
a million fireflies. Achter die varen. Hier, ja, nog iets meer terug. Ja, zo. En nu tevoorschijn komen. Oh ja, dit is epic. Kom deze kant op. Like! Nu komen er dus ook een brugklasletters naast, hè, dat weet je. Ja, dat is wel handig. Joh, ben jij nou een vogel of ben je een vogel? Je oud heer.